slappe kaaklijn is eigenlijk te herkennen aan het feit dat de kaak gewoon minder strak is. Nou, dan zie je vaak dat het hier een beetje naar beneden gaat, een beetje het droopy effect. En dat je hier juist een vermindering van volume hebt. Ja, de slappe kaaklijn kan heel goed behandeld worden door bijvoorbeeld met een filler of met een silhouet. Nu is het wel belangrijk om te realiseren dus dat echt, als je echt een sterk verslapte kaaklijn hebt, dat het niet realiseerbaar is om het naar een kaaklijn van toen je 20 was. Dat is niet realiseerbaar. Maar het is wel zo dus dat als jij je kaaklijn laat behandelen, dat het heel duidelijk verminderd is en dat het droopy effect toch wel echt heel stuk verminderd is en zelfs ook weg. Het aantal behandelingen die nodig zijn is over het algemeen 1. Dat gebruik ik Sculptra. Dan moet je wel een beetje geduld hebben, omdat het 3 maanden duurt voordat het resultaat te evalueren is. Maar bijvoorbeeld kan er dan, als je zegt van goh, ik wil toch nog wat sterker, dan kan er gekozen worden voor een soft silhouet behandeling.